Hartelijk welkom hier in Poelgrie Studio. Mede namens het Nieuw Republikeins Genootschap en de familie Van den Berg. Bij de tweede Hans Van den Berg lezing. Op de dag dat hij 83 geworden zou zijn. Door ijver tot het schone. Dat is hoe je Poelgrie Studio zou kunnen vertalen. En dat is een spreuk die uit het hart gegrepen zou zijn, uit het hart van de naamgever van deze nog jonge lezingenreeks. Want als Hans van den Berg iets predikte in zijn artikelen en in zijn recensies, dan was het wel dat inspanning en hard werken aan de basis liggen van het schone en verhevene van de kunsten. Voor succesvolle kunstbeoefening, zo hield hij niet op te benadrukken, moet de kunstenaar eerst en vooral ook iets kunnen. Iedere vorm van vrijblijvendheid en zelftevredenheid strafte hij genadeloos af in zijn stukken. En dat is een van de vele opvattingen, dames en heren, die hij deelde met schrijver Multatuli. Ook Multatuli, Eduard Douwes Dekker, had een hekel aan zelftevredenheid en ijdeltuiterij. Vorig jaar had ik, Thomas van den Berg heet ik, als zoon van de naamgever van deze lezingenreeks, de eer u het een en ander te vertellen over de Republikein die mijn vader was. Dit jaar wil ik de aandacht verschuiven naar dat andere aspect van zijn wezen, de Multatuliaan in hem. En straks zal Dick van der Meulen tot u spreken over de verhouding tussen Multatuli en het Koninklijk Huis. Ik zal nu kort in mijn inleiding schetsen welke plek Multatuli in het huis van Van den Berg innam. Want het is wel zeker dat Douwes Dekker voor mijn vader de belangrijkste huisgenoot was bij ons in de Lomanstraat in Amsterdam. Naast zijn echtgenoten en zijn kinderen natuurlijk. Hij werd bij ons dan ook heel amicaal Multa genoemd. Multa. Alsof hij ieder moment zo aan tafel kon komen. Multa, eten. Dat gevoel. En in zekere zin zat hij ook bij ons aan tafel, iedere avond. Mijn vader hield zich niet alleen professioneel met hem bezig, als de bezorger van de volledige werken. Hij voelde zich ook verwant met de schrijver. Multatuli's nuchtere kijk, zijn verlichtingsdenken en engagement, gecombineerd met een gevoel voor romantiek en ook een zekere sentimentaliteit toch, dat waren in wezen paradoxale eigenschappen misschien, maar die mijn vader ook kenmerkte. Omdat Multatuli wel als schrijver gewaardeerd werd, maar minder als denker, voelde mijn vader zich geroepen om het Multatulianisme, zal ik het maar even noemen, te verspreiden op aarde. En dat begon dan bij zijn kinderen, mijn zus Ella en mijzelf. Wanneer de indoctrinatie precies begon, weet ik niet meer. Maar in onze kinderjaren werd ons natuurlijk Woutertje Pietersen aangeraden. En als ik zeg aangeraden, dan was dat een leestip die niet versmaad kon worden. En na afloop werden wij dan overhoord. Dat wil zeggen, dan op speelse wijze werden er dan citaten, zo is uit de Woutertje liet hij vallen en dan was het de bedoeling dat wij die aanvulden. Hè? Juffrouw Laps, je bent een zoogdier, heel goed. Was dan een uitspraak die vaak werd gebezigd als het om de dierlijkheid van de mens ging. En toen en ik, mijn zus en ik wat ouder werden, toen kwam onvermijdelijk de Havelaar op tafel natuurlijk. En ik herinner me dat wij inmiddels in onze puberjaren over de grootsheid van deze roman met mijn vader gretig in discussie gingen. Dat was de manier om hem op de kast te krijgen, natuurlijk zijn tere plek. Het was toch eigenlijk helemaal geen roman, betoogden wij dan. Het was eerder een gekke vergaarbak van losse stukken. Voor mijn vader was dat juist het bewijs van het genie van de schrijver. Die hield zich aan geen enkele conventie. En ja, het was een bont en kaleidoscopisch boek, maar die vorm was niet het gevolg van nonchalance. Nee, dat was juist een doordachte structuur. Want door middel van het inlassen van de droogstoppelpassages was Multa erin geslaagd de lezer ontvankelijk te maken voor de waarheid
in de lebakzaak. De lappendeken als een soort retorisch middel. Dat waren eigenlijk steeds de twee polen, aldus mijn vader, waartussen de romanschrijver en in het bijzonder Notatuli zich bewoog, schoonheid en waarheid. En je kunt met enig gevoel voor overdrijving stellen dat dat ook een centraal thema is geworden voor mijn vader in al zijn literaire studieën. De vraag in hoeverre een schrijver moet streven naar waarachtigheid of naar schoonheid, welgevormdheid. En in hoeverre die twee grootheden elkaar uitsluiten, al dan niet. Met name in zijn essaybundel De Last van Leugens onderzocht mijn vader de esthetische eisen die literatuur aan zichzelf stelt en die haar wegvoeren van de eerlijkheid. Zoals Droogstoppel al stelt, wanneer de dichter dicht, de lucht is guur en het is 4 uur, dan is hij door de guurheid van de eerste regel eraan gebonden dat het een heel uur moet zijn in de tweede regel. Dus ik citeer, het moet voor hem juist 4, 5, 1 of 2 uur wezen, of de lucht mag niet guur zijn. Daar gaat hij dan aan het knoeien. Dat zegt Droogstoppel. Waarheid en poëzie sluiten elkaar wel haast uit, zegt Notatuli hier dan bij monden van zijn personage. Maar, omgekeerd heeft hij natuurlijk ook gezegd, er is niets poëtischer dan de waarheid. Dat soort schijnbare tegenstellingen was Notatuli een meester in. Misschien kan Dick straks trachten dat te verenigen. Het was iets waar hij dol op was, paradoxen, complexe waarheden, gegoten in korte, pakkende stellingen. De ideeën staan er vol mee natuurlijk. Het levert ook veel citeerbaars op, maar de tragiek van Notatuli, denk ik, net zoals zoveel andere grote schrijvers overigens, is dat ze vooral dan nog herinnerd worden aan dat soort fameuze citaten. En ook mijn vader grossierde in aan Multa ontleende one-liners. Als het over taal ging, of taalonderwijs, dan placht hij te zeggen, ik leg mij toe op het schrijven van levend Hollands, maar ik ben school gegaan. Hij zeggende dat het onderwijs dus eigenlijk... Maar ik heb school gegaan. Ik heb school gegaan. Kijk eens, ik heb het uit mijn hoofd opgeschreven, Dick, dus daar ga ik de mist in. En als het over het geloof ging, dan zei hij natuurlijk vaak, oh God, er is geen God. Toch? Dat is klopt, hè? Ja. Er zit ook een hele mooie dubbelzinnigheid in. Dat je... Oké, de vroege Multa. Maar ik vind dit juist zo mooi, die dubbelheid, dat je dus een god aanroept om te zeggen dat er geen god is. Enfin. En als het over cultuurbeleid ging, was ook een onderwerp waar mijn vader zich vaak over uitliet, dan zei hij, regeerders die menen dat kunst geen regeringszaak is, maken het regeren tot een kunstje. En breed inzetbaar was voor allerlei gelegenheden natuurlijk. Misschien is niets waar en zelfs dat niet. Het eerste idee hoorden wij ook vaak. Enfin, we zijn hier als republiek... Kijk, dat krijg je als je dan roept dat het een fameus citaat is, dan blijken daar opeens allerlei varianten van te bestaan. Dat is heel gek. In mijn uitgave staat dat niet zo, hoor, Dick. Dank je, Dick. We zijn hier dus als Republikeinen verenigd vanavond in Den Haag, de Hofstad, het Hol van de Leeuw. En ik stel me zo voor dat er hier ook wel 1 of 2 afgezanten van het Hof naar Poelgie gestuurd zijn. Ik zit er even te kijken. Ja, die moeten natuurlijk in Republikeinse vermomming, maar die moeten dan waarschijnlijk verslag uitbrengen vanavond wat hier allemaal voor vreselijk opruiends verkondigd wordt. Tot nu toe valt dat erg mee. Daarom ter afsluiting nog 2 anekdotes. 2 keer eerder kwamen Multatuli, de Oranjes en mijn vader samen. Ik heb levendige herinneringen aan de eerste keer de onthulling van het Multatuli standbeeld van Hans Baaiens op de Torensluis in Amsterdam. In 1987 was dat, het Multatuli jaar. Het was überhaupt een enorme tour geweest om dat standbeeld te verwezenlijken. Telkens hing de heer Baaiens weer bij ons aan de telefoon, om mijn vader verder tot wanhoop te drijven. Maar dat het beeld uitgerekend door Hare Majesteit de Koningin zou worden onthuld, dat vond mijn vader dan toch wel een mooie stunt in het geval van Multatuli.
Maar er moesten diverse horders genomen worden. Zo moest de toespraak van uitgever Geert van Oorschot eigenlijk tevoren door leden van het Koninklijk Huis gelezen worden. Om te checken of hij geen rare dingen, aanstootgevende dingen zou zeggen. En ik meen me te herinneren dat Geert van Oorschot dat geweigerd heeft. Toen zou die toespraak niet doorgaan, of wel, Dick, jij weet dat misschien nog beter. Of we kunnen het nalezen in de biografie van Arjen Fortuyn, die net verschenen is. Maar nog potsierlijker werd het toen een vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis op het nabij de torensluis gelegen PC Hoofdhuis, de letterenfaculteit, een toilet kwam inspecteren. Want Hare Majesteit zou eens tussentijds een koninklijk plasje moeten doen. Dan moest daar natuurlijk een brandschone en werkende wc ter beschikking staan. En mijn vader kon smakelijk vertellen hoe deze pot grondig werd geïnspecteerd tevoren. Om vervolgens met een sleutel te worden afgesloten. Zodat er niet alsnog een student zijn gevoeg zou doen. En de tweede keer dat Multatuli en Oranje elkaar ontmoetten was 8 jaar later. We zagen er net al beelden van bij de plechtige tendoophouding van de volledige werken van Multatuli. In de stad Schouwburg. Dick zal daar zo dadelijk nog veel meer over vertellen. Ik heb er wel wat herinneringen aan, onder andere dat de toenmalige kroonprins Willem-Alexander ze in ontvangst nam en zei van zo'n beetje nonchalant van, oh, ik zal die romans wel lezen. Op enig hoongelach kwam te staan vanuit de zaal. Want romans, ja, nou ja, je kan veel zeggen van die volledige werken, maar veel romans zitten er niet bij. Ten slotte, het leidt ons wel, deze twee anekdotes, tot een heikel punt, vind ik. Waarom vond mijn vader, die dan toch in hart en nieren republikein was, het blijkbaar dan toch wel van belang dat dergelijke literaire hoogtijdagen werden luister bijgezet door de aanwezigheid van een van de Oranjes? Het heeft er dan toch de schijn van dat hij dat een soort ja, koninklijke goedkeuring daarin zocht. Maar ik laat dit als vraag open, hoor. Het kan ook zijn dat het juist andersom was, dat hij hoopte op die manier een soort klein revolutionair zaadje te planten in de boezem van de monarchie. Dit is iets voor de borrel na afloop, om hier verder over te filosoferen. Ik ga nu het woord geven aan Dick van der Meulen. Dick van der Meulen is de biograaf van zowel Multatuli als koning Willem III. En dus de aangewezen persoon om ons nu meer te vertellen over de verhouding tussen Multatuli en het Koninklijk Huis. Dick, het woord is aan jou. Voor mij is dit een experiment, want ik heb een leesbril en ik heb losse punten en weinig licht. Dus ik ga u nu toch aankijken en tegelijkertijd probeer ik te praten. En ik heb natuurlijk geen teksten uitgeschreven, want dat kun je niet als je een leerling van Hans van den Berg bent. En in zekere zin ben ik dat. Ik heb niet bij hem, hij was niet de leraar van de schoolklas waar ik in zat. Maar ik ben wel bij hem gepromoveerd in 2002... op de biografie of een biografie van Multatuli. Dus mijn band met Hans is natuurlijk heel erg duidelijk. En ik wou ook, ook al heeft Thomas natuurlijk al heel veel net over hem verteld en laat veel gas van mijn voeten weggemaaid, wou ik toch wel even wat dingen daaraan toevoegen en misschien ook nog wel een antwoord geven op de vraag die jij net stelde. Hè? Wat heeft jouw vader, wat heeft Hans bewogen om die koningen, die Oranje ze telkens weer bij te halen. Ik denk dat ik daar een antwoord op heb, want ik was erbij. Het zit zo, in 1987 werd Hans als opvolger van Graham Stuyveling bezorger van de volledige werken van Multatuli. Dat zijn uiteindelijk, ik hoop eigenlijk dat iedereen ze heeft, maar wie ze nog niet heeft, er is net weer een set vrijgekomen, weet ik. Dus die is op te halen in het Multatuli Museum. 25 delen volledige werken, uitgegeven tussen 1950 en 1995. Beeld dat we zo meteen gaan krijgen, dat heeft dus te maken met die plechtigheid in 1995. Hans was opvolger van Garmt vanaf 1987 en in 1992
kwam ik erbij als een soort assistent van Hans van den Berg om wat veldwerk te doen, om de laatste delen van die volledige werken min of meer compleet te krijgen. Die plechtigheid in 1995, vooral daar was ik behoorlijk bij betrokken. We zaten, Hans en ik, tegenover elkaar in de kelder van het Multatuli Museum. Dat was echt een kelder zoals je je een kelder voorstelt. Vochtig en bedompt. En met muizenplagen en noem maar op. Dus dat was allemaal heel echt. En daar lagen de zeer zeldzame originele manuscripten van Multatuli lagen daar. En daar gingen wij mee om op een wijze waar denk ik alle conservatoren nu van bibliotheken of zouden huiveren. Dat ging uiteraard niet met witte handschoentjes, maar dat ging wel met bakken koffie die daar overal neerstonden. Verder pindakoeken, waar Hans verzot op was. Dat lokte trouwens weer die muizen aan. Dus kortom, het was een interessante boel. En die zaak werd nog interessanter dat Hans in die laatste periode voortdurend aan het onderhandelen was met het Koninklijk Huis om de aanwezigheid van Willem-Alexander bij de presentatie van die boeken in 1995, om die daar te krijgen. Ik heb met Hans daar toen wel vaak over gedebatteerd. Hij was ook een republikein en ik was het ook wel. Maar hij vond mij eigenlijk een beetje een halfwassen republikein of halfzachte republikein. Want mijn stelling was namelijk altijd, nou goed, hè, die monarchie moet natuurlijk weg. Maar we moeten eerst nog wat andere dingen doen. Het klimaat redden, vond ik toen ook al. De natuur en dat soort dingen. En als dat afgelopen is, dan de monarchie. En Hans die wilde het omgekeerde. Dus we waren het niet eens. Niettemin dus haalde hij toch die koning of de kroonprins er telkens weer bij. En ik denk dat hij dat deed omdat hij uiteindelijk toch helemaal niet zo'n principiënrijter was. In ieder geval die indruk maakte hij op mij niet. En vooral ook een pragmatisch persoon was. Die lui zijn er, dan moet je ze gebruiken ook. Volgens mij was dat zijn reden. En het is ook echt waar. Haal de koningen erbij en je krijgt gegarandeerd ontzaglijk veel meer publiciteit. Ik zal daar zelf, ik durf dat hier al helemaal niet, hoewel ik keurig lid ben van het Nieuwe Republikeinse Genootschap, maar ik heb er voor 2 jaar geleden weer van geprofiteerd met toen we met de boeken over Willem 1, 2 en 3 bezig waren. Dat is aan de koning gegeven. En ja, je moet dan gewoon praktisch zijn. Ze moeten natuurlijk weg, maar nu ze nog zijn, dat is erg goed voor de verkoop van je boeken. En zo dacht Hans natuurlijk ook. En ik zit mij wel eens af te vragen, en dan kom ik denk ik zo'n beetje tot het thema van mijn voordracht. Zou Multatuli niet ook een beetje op deze manier hebben gedacht? Dat is de vraag waarmee ik nu begin. Het is niet of ik daarmee eindig, dat zal zo meteen blijken. Maar ik roep even de regels op die u allemaal kent en die altijd weer zo mooi zijn om geciteerd te worden. Namelijk, aan u draag ik dit boek op, Willem de Derde. Koning, prins, groothertog, meer dan groothertog, prins, koning, keizer van het prachtig rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den Evenaar, als een gordel van smaragd. Aan u durf ik in vertrouwen vragen of het uw keizerlijke wil is, dat daar ginds meer dan 30 miljoenen onderdanen worden uitgezogen en mishandeld in uw naam. Nou ja, ik vind het leuk om dit te citeren, omdat Hans zelf heel veel citeerde. Lappen Vorstenschool, interessant geval voor een republikein. Dit is uiteraard het slot van Max Havelaar. En Multatuli, dat is ook duidelijk, droeg dat boek op aan Willem de Derde. Hij droeg het in feite op aan 2 personen. Aan het begin van de roman, ik noem het wel een roman, staat een opdracht aan Everdine Huberta van Wijnbergen, de vrouw, de eerste vrouw van Multatuli. En aan het eind wordt dus op deze manier het boek nog eens opgedragen, maar dan aan Willem de Derde. Dit is een reden, denk ik, om eens wat uitvoeriger stil te staan bij de relatie tussen Willem de Derde en Multatuli, of Multatuli en de Willem de Derde. En als je daarbij stilstaat, kom je denk ik ook vanzelf wel toe aan de vraag hoe Multatuli eigenlijk over de monarchie dacht. Dat die twee met elkaar worden verbonden is natuurlijk heel erg logisch. Het is ook
nog logischer nu ik hier sta, hè, want ik heb natuurlijk inderdaad, zoals Thomas al zei, over Willem III geschreven en over Multatuli geschreven. En dat was geen toeval. Toen ik met Multatuli bezig was, toen zat ik voortdurend, had ik behoefte aan een fatsoenlijk boek over koning Willem III, omdat hij nu eenmaal zo'n rol speelde in het leven van Multatuli. En er was geen boek over. En ja, dat is uiteindelijk de reden geweest voor mij om een biografie dan maar van Willem III te schrijven. Dat paste vervolgens ook nog in een project, dus dat kwam allemaal goed uit. Maar daar is een duidelijk verband tussen die twee. Ze waren, dat is goed om dat nog even te zeggen voor wie het niet weet, ze waren perfecte leeftijdsgenoten. Multatuli leefde van 1820 tot 1887. Willem III van 1817 tot 1890. Dus het leven van Multatuli zit in het leven van Willem III. Maar er is, verder is het eigenlijk één grote overlap. En Multatuli had dus ook het idee dat hij veel met Willem III te maken had. Of Willem III dat ook vond, dat is een heel andere vraag. Maar hoe dan ook, hij kreeg wel uiteindelijk, in ieder geval de pers wist wel en de lezers wisten wel dat ze veel met elkaar van doen hadden. Ik heb eens zitten zoeken bij voorbereiding van deze voordracht wanneer Multatuli voor het eerst Willem III noemt. En dat is al betrekkelijk vroeg, althans als je uitgaat van het feit dat Multatuli laat begon met schrijven. Zijn Max Havelaar werd gepubliceerd in 1860, Multatuli was in 1820, dus pas op 40-jarige leeftijd debuteerde hij daarmee. Maar vele jaren eerder, in 1851, noemt hij Willem III voor het eerst in een brief aan zijn jeugdvriend Arie Kruseman. Kruseman was een uitgever bij wie Multatuli was op dat moment zat in Nederlands-Indië als bestuursambtenaar. En hij wilde eigenlijk geen bestuursambtenaar meer zijn, maar hij wilde schrijver worden. En met dat oogmerk benaderde hij de jeugdvriend Kruseman. Ongelooflijk mooie brief waar je een lezing apart over zou kunnen houden. Dat geldt voor veel dingen die ik aan te zijn, maar dat doe ik nu niet. Er staat één citaat in en dat luidt als volgt. En dit nog, Willem III zal niet als koning sterven. God beware ons, wat heeft die man een commun gezicht. Ik hoop dat het aan de gravure ligt. De toon was hiermee in zekere zin gezet en toch ook weer niet. Maar het is wel iets wat ik enigszins snap. Ik weet ook welke gravure hier mee bedoeld wordt. En ik ken natuurlijk het karakter van Willem III heel goed. Dus dat commun, dat komt daar wel redelijk in naar voren. Het was inderdaad een man met een commun gezicht en een commun karakter. Toch blijkt uit de jaren die volgden dat Multatuli vertrouwen ging krijgen in die koning. En hij heeft, dat zal ook blijken zo meteen, vaak zijn hoop gevestigd op diezelfde koning. Dat zat erg in het karakter van Multatuli eigenlijk. Daar had het veel mee te maken. Multatuli was nu eenmaal iemand die, ondanks het feit dat hij ideeën had die wij zeer vooruitstrevend vonden, vooral toch telkens weer zijn hoop vestigde op hooggeplaatste figuren, op gouverneurs-generaal, op gewone gouverneurs, altijd op meerdere, op ministers en dus ook op de koning. In 1860, januari 1860, stuurt hij voor het eerst een brief aan de koning. En die brief die komt dus bij de koning uit een maand of wat voordat Max Havelaar verschijnt. Max Havelaar, hè, geschreven in 3 weken tijd, blijft altijd iets om even te vermelden, op een zolderkamer in Brussel. Dus in september zegt Multatuli, schrijft hij aan zijn vrouw, ja, ik ben nu met een boek bezig dat van grote omvang zal worden of zoiets. En een kleine maand later heeft hij dat boek af. Maar nog niet gepubliceerd. En dat is het punt. Max Havelaar is een, weten we nu allemaal, en dat had Multatuli toen ook al in de gaten, een soort, ja, een politiek document, een soort politieke bom. En dat wist hij. En hij wilde, voordat dat verscheen, wilde hij eigenlijk maximaal daar munt uit slaan. Sterker nog, hij wilde eventueel afzien van publicatie van Max Havelaar in ruil voor eerherstel. Hij was uit Indië weggegaan omdat hij, nou ja, dat had een affaire in Lebak plaatsgevonden. Hij had een aanklacht ingediend.
aanklacht tegen een lokaal bestuur, maar dat was natuurlijk in wezen een aanklacht tegen ook het Nederlands bestuur, werd daarop eigenlijk min of meer gedwongen op ontslag te nemen. Hij wilde dat terugdraaien. Hij wilde een grote, hoge positie hebben in Nederlands-Indië. Wilde ook nog koninklijke onderscheiding en allerlei andere dingen ook. Dus hij was niet in alle opzichten, denk ik, een model lid van dat nieuwe Republikeins Genootschap. En in een poging om dit tot stand te krijgen, heeft hij een brief aan de koning geschreven. Daar heb ik een klein citaat uitgeplukt. U zult merken, ik citeer meer vandaag. Multatuli, over Multatuli vertellen betekent Multatuli citeren. Sire, schrijft hij in die brief, januari 1860, de Nederlandse bezittingen in Oost-Indië werden en worden schandelijk slecht geregeerd. Sire, uw staatsdienaren dragen ervan de schuld. Sire, de gevolgen daarvan zullen eerlang wezen opstand, bloedige oorlog en het ondergaan van de Nederlandse soevereiniteit in die gewesten. Uwe majesteit minister van koloniën en zoveel anderen die geen fouten of wandaden mogen erkennen, omdat zij zelven daaraan schuldig zijn en daarvan voordeel hebben, zullen beweren dat ik onwaarheid zeg. Over die bewering zal uwe majesteit rechter wezen. Nou ja, goed, en dat gaat nog een hele tijd zo door. De toon van die brief is heel, heel erg de toon die hij heeft in de laatste regels van Max Havelaar. Maar goed, dat was toen ook al geschreven en hij citeert daar zelfs uit. Maar het is heel duidelijk, hij doet een beroep op de koning en heeft misschien ook nog wel verwachtingen dat die koning iets zal doen. Dat is een beetje de vraag. Hij wordt wel getemperd in zijn verwachtingen. Hè, van, ja goed, we hebben nu eenmaal de grondwet van 1848 gehad. De koning kan niet meer maar zo jou gelijk geven. Dus daar wist hij van. Maar niettemin, hij had hoop dat er een reactie zou komen. En dat hij in zijn gelijk zou worden gesteld. En dat is niet gebeurd. En dat is dus voor ons maar goed ook. Want daardoor is Max Havelaar uiteindelijk gewoon verschenen. Dat gebeurde een maand of wat later, op 14 mei 1860. Toen verscheen Max Havelaar in druk en Multatuli stuurde ook een exemplaar van dat boek met een begeleidend schrijven naar de koning. Dus dat was in zekere zin de tweede keer dat de koning post kreeg van Multatuli. We hebben een reactie niet van de koning, maar wel van Multatuli, die op 26 mei, dus een dag of 12 na de verschijning van Max Havelaar, schrijft: ik hoor niets. Ik had zo gehoopt dat ik door de heer Hartse, dat is een vertrouweling, iets zou vernomen hebben van de koning. Is hij, sire, boos of ben ik beneden zijn toorn? Het is of ik op een eiland zit. En in een brief een tijdje later schrijft hij: lees de koning lui-même, lees die koning eigenlijk wel? En daar kan ik dan als antwoord van beide figuren opgeven: nee, de koning las niet. Om veel redenen. De koning was sowieso geen lezer. De koning joeg erg graag, vooral op wild en verder ook nog op vrouwen en andere dingen. Maar lezen, dat was niet een hobby van de koning. Maar er was ook nog een tweede punt van zorg hier. Die Max Havelaar. Is hij ooit bij de koning terechtgekomen? Dat is iets waar ik mezelf jaren enigszins mee heb bezighouden. Eerst was ik met Multatuli bezig, toen raakte ik met Willem III, bij Willem III betrokken. En dat oerexemplaar van Max Havelaar, dat had ik ontzettend graag willen hebben. Ik heb uiteraard in de bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief, daar mocht ik in, gezocht en navraag gedaan. Daar is hij niet. Maar hij ontbreekt ook in de, er zijn de grote inventarissen van de bibliotheek van Willem III. Willem III las niet, maar had wel een enorme bibliotheek. Dat komt omdat iedereen altijd ongevraagd boeken stuurt aan koningen. Dat is tegenwoordig zo en dat gebeurde toen ook zo. Multatuli was niet de enige die dat deed. Dat boek is daar niet terechtgekomen, of in ieder geval niet ingeschreven. En dat kan ik nu uiteindelijk wel verklaren waar dat komt. Namelijk, post voor de koning gaat nu naar het kabinet des konings. En dat ging ook in de tijd van Multatuli naar het kabinet des konings.
En daar wordt keurig gekeken, wat doen we hiermee met die rotzooi? Is dat iets om toch aan de koning door te geven of is dat niet het geval? Nou, bij Multatuli was er helemaal geen sprake van enige twijfel. Dat hoorde niet thuis op het koninklijk huis, maar dat hoorde thuis op het ministerie van koloniën. En daar is dit dan ook terechtgekomen. En de brieven die Multatuli hierbij schreef en ook andere stukken die hij aan de koning schreef, die zitten voor een flink deel daar in het kabinet des konings. Maar niet dat exemplaar van Max Havelaar. Ik moet zeggen, ik hou vaker lezingen, maar dit is de eerste keer dat ik op deze manier een lezing hou. Maar wat ik wel vaak doe als ik een lezing hou, is een oproep plaatsen. Wie dat boek tegenkomt, meld dat, want het moet er wel zijn. Het is in de jaren 70 gesignaleerd bij een antiquariaat in Deventer. En daarna is het verdwenen. De naam van de antiquariaat is ook niet meer bekend, maar hoe dan ook, in de jaren 70 was het er nog. Dus iemand heeft het gekocht en ergens staat het. Dus doe uw best en vind dat boek en meld het bij mij. Dit dus wat betreft Max Havelaar, Multatuli komt in die inventarissen van de bibliotheek van Willem III niet voor. Helemaal niet, ook niet met andere werken. Grappig genoeg wel bij de zoon van een van de zonen van Willem III, Alexander. Ook duidelijk wel de meest belezen van de club, afzien van de moeder, Sophie van Württemberg. Die had een aantal dingen van Multatuli in zijn bezit. Multatuli heeft in de loop van zijn leven, van zijn carrière verder als schrijver, uiteindelijk 4 keer zich tot de koning gewend. Met 4 requesten, 4 brieven. 1 of 2 daarvan zijn eigenlijk misschien niet eens meer echt verstuurd, maar zijn gewoon rechtstreeks als open brief in het werk van Multatuli terechtgekomen. Maar een aantal, de eerste zijn nog wel naar hem gestuurd. De allerlaatste, die vermoed ik alleen als open brief is verschenen, is wel erg de moeite waard, vind ik. Die is geschreven in september 1872... naar aanleiding van de troonrede die Willem III toen hield. En Multatuli voorspelt in die brief, naar aanleiding van eigenlijk heel summiere bewoordingen, de Atjeh-oorlog. En dat is nog altijd heel knap. Dat is iets wat een aantal ministers hadden dat plan wel, ook wat mensen in Nederlands-Indië. Maar Multatuli voorzag dat dat zou gebeuren. En hij schrijft dan aan de koning: reeds te lang, sire, hebben wij door onze wanbedrijven in Indië alle aanspraak op de sympathie van Europa verbeurd. Het aanvallen van Atjeh zou een door uw vijanden gewenst zegel zetten op de algemene verachting. De minister die u durft voorstellen Atjeh te stelen, behartigt nog de rechtvaardigheid, nog de belangen van Nederland, nog die van uw majesteit. Sire, met een beroep op uw belang, zowel als op uw eer, neem ik de vrijheid u voor te stellen de mannen van u te verwijderen die een zo zonderling spel speelden met de door u gepresenteerde waardigheid en belangen des Nederlandse volks. Nou, dit is een, vind ik, een van de sterke kanten van Multatuli. Hij zag dingen wel vaak aankomen. En betrok hier natuurlijk weer die koning bij. Nou, u weet het, 1873 begon de Atjeh-oorlog. En volgens veel mensen, veel Indonesiërs ook, is die oorlog eigenlijk pas gestopt toen de tsunami begon. Dus als je die mening huldigt, heeft die eindeloos lang geduurd. In ieder geval was het voor Nederland tientallen jaren een rampzalige oorlog, waar werkelijk heel veel verliezen werden geleden. En dan hebben we het dus niet over de rampzaligheid daar op Noord-Sumatra. Ik denk niet dat Multatuli op dat moment nog verwachtingen had over de daden van Willem III. Want hij wist dat Willem III en hij zelf 1 ding werkelijk gemeen hadden. En namelijk, dat was een geweldige afkeer van Thorbecke en wat Thorbecke tot stand had gebracht. U kent hopelijk, en anders moet u even die 25 delen aanschaffen en het daar verder in gaan lezen, de 102 grafschriften van Multatuli op Thorbecke. Hè? Dat zijn dus dingen als onder dit steentje ligt een fenomeentje. En wandelaar die me hier begraven ziet, als sterven een kunst was, dan lag ik hier niet.
En de man die hier begraven leidt, stak uit in onuitstekendheid. En zo gaat dat maar door. Hè? Dus Metatuli was een begenadigd, sneldichter ook. Dus hij schreef dat in één klap door, een beetje de stijl van de schoolmeester. En in dit opzicht hebben Metatuli en Willem III elkaar, denk ik, echt gevonden. Het is, denk ik, goed en ook behartigenswaardig om eens even te schrijven wat Metatuli van de positie van de koning vond sinds de grondwetswijziging van 1848. Hij schrijft in zijn brochure Pruisen en Nederland: want de koning, alleronschendbaast, is tevens, dat kan niet uitblijven, als verenigingspunt alleronbruikbaarst. Hij mag niet dit, hij kan niet dat. Zijn constitutionele plicht is niets te zijn. Een deurwaarder met een vonnis, een veldwachter met zijn koperen plaat, een vuilniskarreman met de rechten van zijn ambt kunnen zich doen gelden. Een grondwetkoning niet. Zijn wijsheid mag niets weten. Zijn arbeid is niets te doen. Zijn kracht moet zich openbaren in onthouding. Men beweert dat onze tegenwoordige koning lang geaarzeld heeft voor hij, na de dood van Willem II, besloot de kroon aan te nemen. Dit is waar overigens. Ik ben natuurlijk met Willem III bezig geweest. En Willem III heeft zelfs gezegd, ik doe het niet, toen de grondwet gewijzigd was. En is toen naar Engeland gegaan. Daar zat hij in 1849. En terwijl Willem III daar in 1849 zat, ging opeens Willem II dood. Toen was het, in Nederland was het in rouw, maar er stond ook in alle kranten en op pamfletten: we hebben een nieuwe koning, leve de koning. En heel Nederland wist dus dat er een nieuwe koning was. De enige die dat niet wist, was Willem III. Die zat daar lekker in Noord-Engeland, daar zat hij om te jagen. En die is in allerijl toen naar Nederland gegaan. En ook terwijl hij onderweg was, wist niemand of hij koning zou worden. Dus pas toen hij op Hellevoetsluis aan wal kwam, toen stond daar een doodzenuwachtige koningin Sophie, zijn vrouw. Want die was natuurlijk met één reden met Willem III getrouwd, namelijk om koningin van Nederland te worden. En die wist dus niet, god ja, als hij nu zegt, ik doe het niet, wat dan? Hè? Maar goed, Willem III heeft toen gezegd, Sophie vroeg, en avez-vous accepté, in het Frans uiteraard. En Willem III zei ook in het Frans, oui. Comment faire? Wat moet ik doen? Dus dat is eigenlijk iets. Ja, goed, dat zou een andere lezing zijn, maar dat is het hele koningschap van Willem III staat eigenlijk in dat teken. Leuk is dus dat Metatuli dat wist. Die wist dus kennelijk van het weigeren van Willem III. Dat is iets waar ik bij Metatuli altijd, dat vind ik altijd interessant. Hij wist ontzettend veel. Dingen die niet in de krant stonden, die wist hij wel. Iets wat me nog altijd bezighoudt. Wat waren zijn bronnen? Wat werd er rondverteld? Maar goed, die woorden die ik dus net citeerde, over de onmacht van de koning, dat waren waarschijnlijk woorden die Willem III, als hij zou hebben gelezen, wat hij dus niet deed, naar zijn hart waren geweest. Maar goed, hij reageerde niet en Metatuli kreeg natuurlijk ook op dit soort regels nooit een reactie van Willem III. Het is bijna niet denkbaar dat Willem III niet geweten heeft op een zeker moment toch dat Metatuli een bondgenoot werd. Want in het jaar, 2 jaar dus nadat die brochure verscheen die ik net citeerde, in het jaar 1868, heeft Metatuli zich heel erg direct ingezet voor de politiek. Hij wilde iets betekenen. Dat is een krankzinnige periode in het leven van Metatuli. Hij was in 1866... bij een toneelspel in Amsterdam. En daar werd commentaar gegeven door een paar heren in de zaal op het gebodene, wat op de planken gebeurde. En Metatuli werd kwaad op die mensen die daardoor, die Metatuli zat te genieten, en die werd kwaad op die mensen. En die gaf ze toen een draai om de oren. Dat leidde ertoe dat die twee mannen, bij wie die Metatuli in zijn gezicht zoekt, die gingen naar de rechter. En die klaagden Metatuli aan. En Metatuli is naar de rechtbank toegegaan, maar moest wachten. En hij zei toen tegen de mensen aanwezig, de rechters hebben blijkbaar meer tijd dan ik, dus je kan niet wachten. En hij liep weg, nam de trein en ging naar Duitsland, waar zijn maîtresse, later zijn tweede vrouw Mimi, al op hem wachtte.
Hij werd bij verstek veroordeeld tot een paar weken gevangenisstraf en een hoge geldboete. Ja, en op dat moment zat hij dus eigenlijk min of meer in ballingschap daar in Duitsland. Had daar vrijwel geen geld, verdiende een beetje bij door voor een krant te schrijven, de oprechter Hanemer. Maar was toch goed deels berooid en bleef in leven door af en toe knollen van de velden te rapen. Dat is wat zijn vrouw daarover heeft gezegd. Dus kortom, echt totale armoede. En juist in die periode, toen hij volledig aan de straat zat, of ja, letterlijk op straat stond, heeft hij de Nederlandse regering benaderd. En dat kwam zo. Nederland zat in een geweldige politieke crisis op dat moment. We hadden eerst een ingewikkelde Indische zaak, waarbij een minister van koloniën zichzelf eigenlijk benoemde tot gouverneur-generaal van Indië, de mooiste baan die je kon hebben. Dat was ontoelaatbaar. Daarna kreeg je de Luxemburgse kwestie, waar centraal stond de verkoop van Luxemburg, het groothertogdom Luxemburg, door koning Willem III aan Frankrijk. Dat waren twee enorme kwesties waarbij het parlement een grote rol speelde en het parlement stuurde de regering weg wegens onbekwaamheid van de regering. De koning die accepteerde dat niet en die steunde de regering. Het parlement werd ontbonden, dat kon toen nog. Verkiezingen, je kreeg dezelfde verhouding en dat ging een paar keer zo door. Het was een totale padstelling. En het kwam omdat in grote lijnen Nederland had een liberaal, min of meer liberaal gezind parlement en een conservatieve regering. Die conservatieve regering werd dus door Willem III gesteund. En ook door Multatuli. En dat is natuurlijk een gek geval als je over Multatuli denkt, bij wie je toch denkt aan Indië, aan de arbeidersbeweging, noem maar op, feministische ideeën. En hij steunde de conservatieven. Hij benaderde vanuit zijn dakloosheid de regering, stuurde hen een brief met, vind ik, een hele mooie Multatuliaanse zinsnede. Is er dan in Den Haag zoveel talent over dat men het mijne niet gebruiken kan? He, dat schrijft hij. En dat werkte. Hij werd uitgenodigd. In allerijl kreeg hij gratie voor die veroordeling bij verstek. En hij kwam naar Den Haag en heeft enkele weken met de twee leidende ministers zitten onderhandelen over een mogelijke betekenis van hem voor de regering. Hij zou niet minister worden, dat is wel gesuggereerd, maar dat is niet de bedoeling geweest. Maar hij zou de woordvoerder van de regering worden op dat moment. Nou ja, goed, dat natuurlijk met een mooi inkomen, eerherstel en dat soort dingen. Dat kwam uiteindelijk niet van de grond, eigenlijk om twee redenen. De eerste was dat Multatuli eisen had. Hij eiste bijvoorbeeld dat er recht zou worden gedaan aan de Javanen. En dat was iets wat de conservatieven helemaal niet van plan waren. Dus hier moet ik dan ook weer zeggen, Multatuli hield hier ook wel zijn poot stijf. Dus hij kon om die reden weigeren die uiteindelijk toch om mee te doen. Verder werd het ook heel snel onmogelijk gemaakt omdat Willem III bakzeil haalde. Hij heeft twee keer het parlement ontbonden. De verkiezingen leidden telkens weer tot ja, die padstelling. En Willem III begreep op een zeker moment, dit heeft geen zin meer, ik moet de regering laten gaan. Dit was ook eigenlijk, maar dat is een andere lezing, het werkelijke einde van de macht van de koning op dat moment. En ook het einde van de politieke, rechtstreeks politieke ambities van Multatuli. Hij heeft overigens, dat is misschien wel aardig, hij heeft niks met de republiek te maken. Hij heeft nog wel een paar keer geprobeerd zich verkiesbaar te stellen. En hij kreeg één keer 14 stemmen en één keer 9 stemmen. Bij de, dus kortom, een echte factor was hij in dit geval niet. Hij bleef, dat was wel interessant en misschien ook niet zo onverwacht, ondanks dat citaat dat ik net had, hè, uit vroege periode, dat hij de koning zo'n commun gezicht vond te hebben, was hij eigenlijk nog altijd wel van mening dat Willem III misschien niet al te beroerd was. Hij zegt nog een keer in 1872, ik houd hem voor veel beter dan men meent, maar hij kan niet. Dat laatste dat men meent, dat moet ik er daarbij zeggen, men meende inderdaad niet dat Willem III iets voorstelde. Die werd in heel Nederland niet gezien als een bekwaam koning, door bijna niemand. Maar ook bij Multatuli kwam er een kentering. Die was eigenlijk al wat eerder te bespeuren. Dat was eigenlijk al in die onderhandelingen met die ministers.
Hij hoorde van geen minister meer, maar een belangrijk politicus, Rochussen, oud-minister van Koloniën en oud-gouverneur-generaal, die schrijft aan Multatuli: tot het wederontbinden hebben zij de moed niet, vooral, dus zij, dat is dan het kabinet, vooral daar de koning die het verzamelingspunt wezen moet, minder dan een nul is. Hij laat zijn eigen vrienden in de steek. Die man moet niets waard zijn. Hij zit onder een Franse maîtresse die hem al zijn geld afneemt. Men zegt 100.000 francs maandelijk dat hij die moet geven, enzovoort, enzovoort. Nou, dit citaat is ook weer erg leuk, want dit is waar. Die koning zat inderdaad met een Franse maîtresse die hem al zijn geld afnam. Weer zo'n moment dat je je afvraagt, god, waar heeft Multatuli het vandaan? Die Franse maîtresse, dat was een mademoiselle Musard, die stond bekend als de allerchicste, allerduurste courtisane van Parijs. En daar heeft Willem de Derde een jaar of 6, 7 een al te warme band mee gehad. Hij is ook met haar naar Zwitserland gereisd en met haar heeft hij grote avonturen beleefd en ontzettend veel geld heeft hij aan haar verloren. Uiteindelijk heeft ze ergens een kasteel in Bretagne laten plaatsen. En ja, het kan bijna niet anders dan dat dat met het geld van de koning der Nederlanden gebeurd moet zijn. Nou ja, dat stond natuurlijk niet in de Nederlandse kranten en Multatuli wist daar toch van. Hè? Dus dat is toch weer mooi. Ja, in dit geval waarschijnlijk dan van Rochussen, dus uit de allereerste hand was dit afkomstig. Ik moet hier nu even aan Hans van den Berg denken. We zaten een keer toen we met die volledige werken bezig waren, met iets vergelijkbaars. Multatuli die had het over de koning. Dat moet zo rond 1885 zijn geweest. En hij zei, ja, die koning van ons, wat hij nu weer te Frankfurt heeft gedaan. En daar moet ik zeggen, ik heb eerst toen een brief gestuurd naar het Koninklijk Huis. Van, weten jullie wat de koning in Frankfurt heeft gedaan? Nee, dat wisten ze niet. En ik ben daar eindeloos achteraan gegaan. En dit heb ik nog eens een keer niet ontdekt. Ik heb een hele hoop andere van dit soort dingen heb ik wel gevonden. Hè. Naakt zwemmen in het meer van Genève en noem maar op. Dat kun je uiteindelijk, heb je dat overal in archieven wel kunnen traceren. Maar dat wat hij in Frankfurt heeft gedaan, niet. En dat blijft me bezighouden, omdat dat dus permanent dit soort geruchten door Nederland gingen over wat die koning de hele tijd aan het doen was. Ja, en als je ze kunt nagaan, het blijkt altijd waar te zijn. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dit te vinden, want dan kan dat zowel in mijn biografie van Multatuli als die van Willem III een plaats krijgen. Maar goed, Multatuli die wist dus wel dat de koning al die dingen niet kon doen, maar hij werd net even zo vrolijk steeds negatiever naarmate zijn leven vorderde over Willem III. Op een zeker moment, dat is zo'n beetje tegen het eind van het leven van Multatuli, kreeg je een groot schandaal in Nederland. Hier ja, in Republikeins kring natuurlijk uiterst bekend. Het schandaal rond De Koning Komt. Het artikel dat in het blad Recht voor Allen van Domela Nieuwenhuis kwam. En ja, een majesteitsschennend artikel werd toen bevonden. Waardoor Don Nieuwenhuis werd aangeklaagd en in de gevangenis dreigde te komen. Het is als je dat artikel over leest, is het interessant om ook andere stukken in Recht voor Allen te zien. Want het is wel een negatief stuk over de koning, maar er zijn stukken waar die nog veel negatiever zijn over de koning. Ik vind het mooiste altijd een artikel in Recht voor Allen, het leven van koning Willem III in al zijn grootsheid naar waarheid geschetst. Dat is een kop en daaronder een lege pagina. Daarvoor is Domela Nieuwenhuis weer niet aangeklaagd, dus je begrijpt het niet. Maar hij werd aangeklaagd en Multatuli die werd gevraagd om publiekelijk steun te verlenen aan Domela Nieuwenhuis. Multatuli was bevriend met Domela, dus dat lag voor de hand, maar hij deed het niet. En hij schrijft daarover aan een jonge vriendin, Marie Bernes van Berlekom, op 20 oktober 1886, dat is een paar maanden voor zijn overlijden. De sympathie voor de persoon van Domela Nieuwenhuis beweegt me niet om zijn meningen en handelwijze goed te keuren. Vandaar zekere onrust in mijn gemoed. Een
En iets dergelijks voel ik over zijn persoon. Zeker zullen weinigen zoveel minachting koesteren voor die Willem III als ik. Ik noem bovendien het hele Huis van Oranje een vuile troep, te beginnen met de algemene vader des vaderlands die zo bijzonder goed zwijgen kon, wat niet eens waar is. Goed, de koning is een lor. Goed, en dan gaat hij nog even door over wat hij dan wel en niet over... Nee, ik lees het toch even voor, want dit is gewoon te mooi. Wacht. Meent Domla Nieuwenhuis, meent DN, dat het volk het beter hebben zou als die koning wat betekende? De Hohenzollerns, de Duitsers, de Hohenzollerns zijn geen lorren en hebben veel meer gezag dan ons vorstenhuis. Wel nu, de toestand van de werkman is in Duitsland waarachtig niet beter dan elders. Als zo'n Willem III zich met iets bemoeide, zouden diezelfde socialisten hem verwijten dat hij buiten de wet ging. Maar toch begrijp ik dat men de koning uitscheldt. Nou ja, dit is bijna republikeins en ik zit heel even nu naar de tijd te kijken. Ik heb nog ongeveer een kwartier, klopt dat zo'n beetje? Nou goed, ik spreek gewoon nog een kwartier. Jullie precies. Nou ja, ik heb nog een heleboel hoor. Want ik moet ook nog Vosterschool en nog wat dingen over Hans zeggen. Nee, ik zal even in kort, voor ik over de rechtstreekse kant... Ja, Vosterschool zo meteen. Nee, want dat wil ik, tenminste wil ik nu toch zo, dat dan gewoon vlak voor Vosterschool. Dan ga ik zo meteen iets over. Dus nu nog niet aanzetten? Nee, doe maar even uit. Oh ja, ik wil het wel mooi bijlichten net. Maar goed, dat... Maar goed, dan nog weer uit mijn hoofd. Nee, even ook een soort kleine bloemlezing over van Willem III, want dat wil ik u toch niet onthouden, over de Oranjes. Hij laat bijvoorbeeld in zijn Japanse gesprekken, dat gaat over de Japanse delegatie op bezoek in Nederland, laat hij de Japanners vragen, waarom heet die Willem de Zwijger eigenlijk de Zwijger? En dan antwoordt men natuurlijk om al de schone dingen die hij niet gezegd heeft. En dan voegt hij daaraan aan toe. Holland is nooit tegen Spanje opgestaan. Duitse soldaten betaald met Duits geld, geleverd door Duitse protestanten, kozen Nederland tot strijdperk en in die warboel is Nederland meegesleept. Nou, Prins Maurits en Spinola noemt hij diefje met diefjesmaat. Willem III, de stadhouder, dus niet de mijne, maar de andere. De koningsstadhouder vond hij een ellendige man en een zelfverrijker. En hij schrijft, ik ben zeer ingenomen tegen Willem III en acht hem tot het laagste in staat, dus ook tot medewerking aan de moord op de Witte. Willem V vond hij gewoon een slappeling waar hij verder niet iets over kon zeggen. Koning Willem I, een allerverschrikkelijkst deugzame held, wat natuurlijk sarcastisch bedoeld is, maar verder vond hij Willem I de minst slechte van de hele zaak. En over koning Willem II is hij dan weer juist enorm negatief. Daar heeft hij een complete brochure over geschreven. De zegen gods bij Waterloo. Dat is een soort reactie op, in 1865 was dat, er werd 50 jaar Waterloo herdacht. Dat was natuurlijk met allemaal jubelbrochures en Multatuli ging daar zeer sarcastisch tegen in. Bij dit alles is nu de vraag, en daar denk ik komen we nu tot de essentie van mijn voordacht. Was Multatuli met dit soort meningen, deze opvattingen, had hij iets van een republikein? Het antwoord is natuurlijk al een heel klein beetje vreselijk gegeven, in ieder geval op één punt. Namelijk, hij was hoe dan ook tegen de grondwetswijziging van Thorbecke. Het parlement, daar zag hij echt helemaal niks in. En het feit dat het parlement opeens bevoegdheid kreeg, de koning onschendbaar werd genoemd, nou ja, goed, dat is iets, daar was hij zonder enige twijfel volstrekt mee oneens. En dat heeft hij in tal van brieven ook betuigd. Voor mij is dat altijd een probleem geweest, omdat je, als je over Multatuli schrijft, het is natuurlijk zeer veelzijdig, maar hij kwam op voor de rechten van de Javaan, hij kwam op voor de rechten van arbeiders, bepleitte ook de rechten van vrouwen, pleitte ook voor vrouwenkiesrecht, kiesrecht voor mannen, als je bedoelt. Hij zei, als je dan toch meedoet aan dat idiote parlementaire stelsel, doe het dan ook goed en geef dan ook iedereen stemrecht. Dus daarmee was hij eigenlijk een ontzettend modern denkende man. En tegelijkertijd, ja, iemand die zich wil inzetten voor de conservatieven op dat moment.
daar wringt iets wat mij betreft. En dat is iets waar ik zelf ook nooit helemaal ben uitgekomen. Kijk, de liberalen toen moet je hoe dan ook vergelijken met de echte progressieven nu. Niet vergelijken met de VVD nu, maar echt met, nou ja, ik weet niet eens wat nu nog progressief is. Maar hoe dan ook, die de zaak wilden hebben veranderd. Je had mensen als Sarfati en Samuel van Houten, dat waren liberalen. Ik denk dat als je op Multatuli's politieke denkbeelden ingaat, als je daar wat langer naar gaat kijken, wat we vanavond natuurlijk niet kunnen doen, dan kom je uiteindelijk terecht bij een idee 451 voor ingewijden. Dat is een eindeloos idee van vele tientallen bladzijden, misschien nog wel meer, waarin hij die zeer progressieve denkbeelden bepleit. En om die reden is hij ook heel vaak door socialisten later ingelijfd. Dat idee 451 wordt vaak gezien als een soort beginpunt van het socialisme in Nederland. Daar zit wat in, hè, want het is gepubliceerd in 1863, 7 jaar voordat in Nederland het socialisme eigenlijk echt van de grond kwam. 7 jaar voor de Franse Commune bijvoorbeeld ook. Hè. Dus kortom, hier is het is een heel belangrijk punt, moment in de Nederlandse politiek, ook in het denken van Multatuli. En toch, zit je met zijn verwerping van allerlei dingen die wij nu wel omarmen. En goed, de vraag is nu dan ook, hoe dacht hij over de Republiek? En hij heeft zich gelukkig een aantal malen echt daar expliciet over uitgelaten. En dat is een van de duidelijkste citaat, denk ik, lees ik nu voor. Hij werd uitgenodigd om in 1873 te spreken voor het Democratisch Congres. Dus dat was een verzameling van ijverige democraten, mensen die echt de zaak wilden veranderen. En Multatuli was natuurlijk 1873 de man die je zou moeten hebben, vonden zij. Hij kreeg de kwestie van de Republiek toen echt voorgelegd, of hij daar iets over wilde zeggen. En Multatuli schrijft, ik kom niet op dat congres. Hij schrijft, Republiek, wel zeker, waar het kan. Republiek, als er stof voor is. Maar in Holland bestaat die stof niet. Voor wie zo ver zijn, zou er... nu wordt mijn kopie wat grijs, maar ik heb een fietslampje bij me. Dus ik zou zeggen, beweeg u altijd per vouwfiets door de stad, dan heb je altijd zo'n ding bij je. Laat hem er niet op zitten, want dan wordt hij er afgejat, kan ik ook zeggen. En dan kun je hem bovendien niet gebruiken als je een lezing moet houden. Republiek, wel zeker, waar het kan. Republiek, als er stof voor is. Maar in Holland bestaat die stof niet. Voor we zover zijn, zou er iets heel anders moeten geschieden. Er is integriteit nodig, plichtsbesef, waardigheid, rechtsgevoel, moed. Allemaal zaken die in ons land niet bestaan. Toen ik voor vele jaren opstond voor het goede. Let wel, niet met een praatje, niet met een verhandeling. Hè, dat is wat het parlement altijd verwijt. Maar door een daad heeft dat volk heel onverschillig toegekeken. Het dulde en duldt dat allerlei potsenmakers aan zijn hoofd werden geplaatst. En dat wil men en dat men mij met vuil wierp. Republikeinisme is evenzeer of liever meer een zaak... of liever meer een zaak van karakter als van politiek. Zolang het karakter ontbreekt, heeft de zogenaamde politiek niets te betekenen. En dat karakter heb ik in Nederland niet gevonden. Nou ja, uit zo'n citaat ook al blijkt dat hij met vooral persoonlijke motieven zit. En dat is ook wel een klein beetje het antwoord op mijn vraag. Ja, waarom was Multatuli zo antiliberaal? Hij vond eigenlijk telkens dat hij door de liberalen in de steek werd gelaten. Toen hij in Indië zat en de Lebakspaak speelde, toen wendde hij zich tot gouverneur-generaal, Duimen van Twist, en dat was een liberaal. En eigenlijk heeft hij altijd het idee gehad dat als het op aankwam, zaten de liberalen die hem niet steunden. Vandaar die verbittering die kant op. Dan kom ik nu toch bij Vosterschool. Dus nu is het misschien wel aardig om even dat fragmentje, het is 1 minuut... In 1995 met Ellen Vogel ook nog ergens zichtbaar. Een ander beroemde acteur. Als hij het doet. Oh ja. Even een half minuut.
Zal ik alvast een beetje doorleuteren terwijl dat... Oh ja, is wel goed, ja. Nee, dus we krijgen zo'n fragmentje uit Vosterschool. Vosterschool is niet meer opgevoerd sinds 1920 of zoiets. Maar in 1995 is er één akte van opgevoerd. En daarvan is weer een stuk te zien. Met koningin Louise, de hoofdpersoon. En een hofdame. En een man uit het volk. Die als ter audiëntie komt bij de koningin. In die tijd was dat overigens niet zo ongewoon. Wij wilden eerst was het zelfs heel gebruikelijk dat dat gebeurde. Moet ik nog even door inleiden? Of, Dit is dus koningin Louise. Soms vind ik ze op de trap, soms spelen op straat. Soms ook niet. De jongens lopen of wat ver, ik ze gaan zoeken in de buurt. Dus zijn de kinderen wat verwilderd? Ja. Wat eet je dagelijks? Brood. Maar niet altijd. Aardappel. Maar niet altijd. Of boven. Niet altijd. En soms schudden al. Niet altijd. En wat geeft je kinderen als ze dat niet geven kan? Soms niets. Vlees, maar die stijf. Dat kan niet, nooit. Helaas, het is genoeg. De walboer geeft de man. Men zei het u zekerlijk dat ik weldadig was en rijk. Ja, koningin. Wel nu, dan heeft men u de waarheid niet gezegd. Wat wezen zou indien ik rijk genoeg was om al wat armes rijk te maken. Maar zie, dat laat ik daar. Ik kan u slechts uw moeite, uw dag en uw bericht betalen. De walboer geeft de man het gewone loon, 2 gulden. Je kunt gaan. Misschien tot later. Dit is, los van het feit dat het misschien begrijpelijk is dat Vosterschool niet meer in zijn geheel wordt uitgevoerd. Is het wel een, ik vind het overigens leuk om dit even in het kader van Hans van den Berg lezing te zeggen. Hans was een groot fan van Vosterschool. Hij was volgens mij de enige fan in Nederland van Vosterschool. En hij kon ook hele passages van Vosterschool dus uit zijn hoofd citeren. Hè? Maar in ieder geval, dit is in zekere zin een samenvatting van hoe Multatuli de monarchie eigenlijk zag. Hij vond dit, in Vosterschool is de koningin ook gekluisterd, zit ook geklemd tussen ministers en dat soort lui. Maar niettemin vindt hij, Multatuli, dat laat hij wel op veel plekken blijken, dat er een monarchie in Nederland zou moeten zijn, een soort absolute monarchie, waarbij een verlicht despoot aan het hoofd stond. Dus een soort koningin Louise die dan vervolgens allemaal dingen goed zou doen. Ik sla nu toch... Ik wou nu eigenlijk nog even een korte verhandeling houden, maar dat wordt wel heel uitvoerig, vrees ik, dat wordt te veel, over hoe Vosterschool zich verhoudt tot de monarchie in Nederland. Ik heb daar in mijn beide boeken wel wat over moeten zeggen, omdat Multatuli het verwijt kreeg dat Louise, enfin, dat is natuurlijk wel een nobele vorstin, dat het nogal ging, maar haar tegenspeler, de koning, koning George, die er ook in voorkomt, is iemand die trekken had van Willem III. Hij sart bijvoorbeeld zijn hovelingen. En dat is wat Willem III ook deed. Er is een, ik moet het toch wel vertellen, want het is te leuk om bij de Republikeinen niet te zeggen. Er is een scène van, waar gebeurt het verhaal overigens, dat Willem III een diner heeft thuis, zijn paleis. En er zitten een aantal mannen aan tafel, onder wie een bejaarde kolonel, de Hazebommen geheten. En Willem III die laat op een zeker moment een aantal vesten uit zijn eigen collectie, je weet niet waar hij die dingen voor droeg, maar vesten van boven halen. En de Hazebommen wordt gedwongen een vest met belletjes aan te trekken, alsof het een soort nar is. En de Hazebommen die barst in snikken uit. Die wil niet, maar Willem III houdt vol
En houdt ook aan en de haasbommen, huilend en jammerend, doet dat vest aan. Totale vernedering. Vervolgens zegt Willem III tegen zijn hofarts van God, nu heb ik nog een vest, dat moet jij aandoen. En die hofarts die zegt, die kent de koning en die weet wat hij moet zeggen. Dus die zegt, nee, sire, dat heeft geen zin, dat vest dat past mij niet, want u bent veel groter en breder dan ik. En dan zegt de koning gevleid, ja, dat is waar. En hij kleedt zich uit aan tafel. Zijn broek zag ik ook nog even aan, die hijst hij weer op. Maar hij zat dan in, met ontbloot bovenlijf, staat hij daar aan tafel en begint zich op zijn borst te slaan. Dat is erg interessant, want hij is natuurlijk later koning Gorilla genoemd. Maar de gorilla was op het moment dat hij dat deed nog niet ontdekt. Dus de gorilla is pas ontdekt in de loop van de jaren 1850. Dus toen was de gorilla nog niet. Het is begin jaren 1850. Dus die koning van mij is wel een soort visionair, denk ik. Maar hoe dan ook, in Vorstenschool komt een scène voor die hier een beetje aan doet denken. Een hoveling van koning George, die wordt ook gedwongen om allerlei kleinere, minder erge vernederingen te ondergaan. Maar die moet ook alle dingen roepen. Dat doet hij ook. Hè? En iedereen doet mee. En die scène die is zo sterk dat je bijna denkt, van God zou Multatuli hebben geweten van die diner-scène. Hè? Waar 4, 5 mensen bij aanwezig waren op dat moment. Dus kortom, dit soort dingen maakt dat Vorstenschool wel heel interessant en ook wel raadselachtig. De andere kant is koningin Sophie, dat is ook wel een boeiend geval. Sophie is wat mij betreft een vreselijk mens. Komt heel slecht uit mijn eigen boek over Willem III. Maar stond wel altijd bekend, ook in die tijd al, als een koningin die veel met kunst had en ook wel aan weldadigheid deed en dat soort dingen. En het was iemand die Multatuli een beetje gekend heeft. Dus hij schrijft op een zeker moment aan zijn vrouw, zijn eerste vrouw Tine, een brief van, ja god, ik kwam de koningin tegen en die knikte mij even toe, alsof ze me iets wilde zeggen, maar ja, door de omstandigheden ging dat niet. Dus daar is iets interessants in en daar is misschien ook nog wel wat meer uit te halen voor wie daar ooit zin in heeft. Ik denk dat het aardig is om nog even te eindigen met twee dingen. Het overlijden van Multatuli, want daar vind ik dat het, daar kan Willem III niet al te veel aan doen, maar door een soort vreemde gril van het lot overleed Multatuli op de dag dat op 19 februari 1887, en dat was precies de dag dat Willem III 70 werd. Dus Multatuli blies zijn astmatische laatste adem uit in het Duitse Nieder-Ingelheim, waar hij in ballingschap leefde. En terwijl dat gebeurde, was in Nederland, waren grote hossende menigtes in de weer. En hadden ook geen idee, natuurlijk, wat daar gebeurde. Maar het nieuws van Multatuli's overlijden werd dus ondergesneeuwd onder de berichtgeving over de verjaardag van de koning. Het grappige is dat volgens mij Prokofjev ongeveer hetzelfde had. Die overleed op de dag, of die overleed op dezelfde dag dat ook Stalin overleed. Dus dat Prokofjev dood was, daar kwam men eigenlijk pas jaren later achter. Toen de rook was opgetrokken daar. Maar goed, dit is natuurlijk op zichzelf een prachtig einde, of niet prachtig, maar wel een heel passend einde van een lezing hierover. Maar omdat het de Hans van den Berg lezing is en omdat ik natuurlijk zelf zeer veel herinneringen heb aan Hans, wou ik ook toch nog met hem eindigen. En dat heeft ook wel, wel een reden, want ik had deze lezing, deze voordracht, voorbereid vandaag. En toen kwam ik erachter dat Hans zelf deze voordracht eigenlijk ook al had geschreven. Hij heeft namelijk in 2005 een artikel geschreven in de Republikein over Multatuli en het Koningshuis. En daar kwam ik echt al googlend achter. Ik kan het jullie echt bezweren, een nieuwe Republikein van de eerste uur. Dus ik heb ook altijd dat blad wel thuis gehad. Maar ik ben chaotisch en kon het niet vinden, het nummer. Dus ik ben net naar de KB gegaan in grote spanning om te kijken of wat ik nu allemaal had voorbereid, of dat nog wel enigszins in lijn was met wat Hans heeft geschreven. En helaas, ja, het is hij had ongeveer dezelfde citaten als ik en dat soort dingen, dus dat kwam wel uit. Maar ik vind het aardig om nog even zijn eigen conclusie
voor te lezen over koningin Louise. Hij schrijft over koningin Louise, die uiteraard het ware koningschap belichaamt. En hoe stelt Multatuli zich dat voor? Helaas niet op een wijze die vandaag de dag genade zou vinden in de ogen van een monarchist of een republikein. En ik vind dat, ja, dat lijkt me eigenlijk wel een mooi einde, omdat dat ook illustreert wat Multatuli zelf ooit zei. Ik kan met niemand meegaan, men had moeten meegaan met mij. En met deze woorden van Multatuli en van Hans van den Berg wil ik graag besluiten. Dank u wel. Blijf nog even staan. Ja. Even kijken. Mijn naam is Fons Alkemaat. Ik was de schijnzoon van Hans. Zelf noemde hij zich Schijnpiep. Herken je dit? Van de achterkant moeilijk, dat zijn titels op. Dus, ja, Zaaien, kijk. Ja, ik denk dat je het al lang hebt, maar... Ik heb veel, maar... Ik wil het jou graag geven als cadeau. Dank je wel. Ja. Alsjeblieft. Dank. De eerste zin van het boekje gaat over vorstenschool. Namelijk dat het bijna of helemaal niet wordt opgevoerd. Nee. Toen al was er eigenlijk geen belangstelling. Nee, dat is niet waar. Vorstenschool was in de tijd van Multatuli ontzettend populair. Het was zijn populairste werk. Dus het trok volle zalen. En dat is ook interessant hoor. Wat je nu ziet. Ja, ik zou zelf althans zeggen, dit is een tamelijk statisch en ook betrekkelijk saaie toestand als je hier naar moet kijken. En je moet zich voorstellen, het vorstenschool is een lang stuk geweest. Dus we hebben nu 1 minuut gezien. Ja. Het duurde 3 uur of zoiets. Het ging op deze manier door. Dus ik heb een paar versies van Vorstenschool. Ik had er eentje meegenomen voor het geval als ik enorm veel tijd over had. Had ik nog een mooi stuk van Vorstenschool kunnen voorlezen. Wat Hans af en toe zelf voordroeg. Hè. Er is een kracht uit hogere kracht ontsproten. En daarna weet ik het niet meer. Hij zou nog 1 minuut of 10 door hebben kunnen gaan. Maar in die edities van Vorstenschool die ik uit die tijd heb, kun je zien. Ik heb er een paar. Ze zijn gebruikt altijd. En je ziet altijd aan krassen welke stukken overgeslagen werden. Het is in dit geval misschien wel even goed om te weten dat in de zaal John Cornelissen zit. Die heeft een schitterende, die heeft een eigen pers, hè, en die heeft een werkelijk schitterende druk, herdruk van Vorstenschool gemaakt. Dus dat is eigenlijk een zeer stoutmoedige poging om dat boek toch weer onder ons te krijgen. Maar het ziet er, laat zeggen, de versie van John Cornelissen ziet er uiterlijk wel mooier uit dan de tekst zelf, wat mij betreft. Maar ja, ik hou erg van dat natuurlijk mijn Vorstenschool. Oké, ja. Maar dit is van Vosmaer uit 1874. Ja. En dan staat er dus als eerste zin: waarom is Multatulis Vorstenschool niet op het toneel gebracht? Men glimlacht en mompelt van zekere scène. Het heeft iets te maken met, als ik maar dit weet niet precies, maar ik kan wel zeggen wat een probleem was. Dus het toneelstuk schreef hij eind jaren 1860 en John weet het waarschijnlijk beter wanneer het precies voltooid werd, begin jaren 1870. En toen is een tijd niet uitgevoerd, onder andere waar ze bang voor waren, is dat er een relatie zou worden gelegd tussen het koningshuis hier en daar. En zo mocht bijvoorbeeld de hoofdpersoon, koning George, mocht absoluut geen baard dragen, omdat Willem III natuurlijk wel een baard droeg. Dus ik vermoed dat dat een rol speelde. Maar in 1875, dus een jaar na deze brochure, ging het in première. En vanaf dat moment was het een zegentocht, om te zeggen. Het werd zeer veel uit. Maar blijkbaar was er 1 scène extra. Ja, weet ik ook niet. Weet jij niet, John, welke die 1 scène kan zijn geweest? Nou, dat zou ik niet weten. Nee. Wat ik wel weet is dat er nog een tv-registratie van Vorstenschool is. Kijk. En ja, ik denk dat het na 1920 niet meer uitgevoerd is. Het is ja. Nou kijk, nou goed. 3 uur lang. Zit ik weer, of misschien wel meer. Ja, dankjewel. Ja. En dan wil ik je ook geven, Dick, dat hebben we vorig jaar ook aan
eerst bij de eerste lezing gegeven aan Anton van Hoof. En, ja, Hans hield van gadgets, van nieuwe dingetjes. En dit is een 3D geprint voorwerp. Maar je hebt het, nee, vorig jaar was je niet bij, geloof ik, maar het is een gebroken kroontje uit de 3D printer. Geweldig. Was die gebroken geprint of ligt het aan de printer of is dit ook het ontwerp? Ze hadden in de computer een hele kroon zitten. Ja. Die kun je er gewoon digitaal ergens vandaan halen. Maar de meneer van de 3D printwinkel heeft hem dus voor mij gebroken digitaal. Ah, heel goed, heel goed. Prachtig, dankjewel. Dank je. En mogen we nog wat vragen stellen? Ja, ja, graag. Nee, tuurlijk. Kan ik even wat nou, dat wordt daarna de borrel. Ja, misschien dan niet zozeer over natuurlijk, als wel over Willem III. Iets wat wel te bezighoudt. Is Wilhelmina nu een dochter van Willem III? Ah. Pikant verhaal. Dat is een pikant verhaal, ja. Ja, ja. Hier zit Multatuli echt buiten, want dit is... Multatuli is dus niet de vader van... dat wordt wel eens gezegd, maar... Nee, het zit zo, dus het gaat de vraag. De kwestie is, stamt Wilhelmina af van Willem III? Wat natuurlijk een belangrijke kwestie is, want in de grondwet staat maar daar... er staat in ieder geval dat, ja, ik geloof nu een wettig samen... een wettig nageslacht, of een wettig nazaad moet zijn van koning Willem I. Dat is de formulering. Maar hoe dan ook, het is natuurlijk een hele prangende zaak, vraag. Als Wilhelmina niet de dochter zou zijn van koning Willem III, ja, wat is dan nog de basis van de Oranje monarchie? Dat is eigenlijk waar het om gaat. En dat gerucht gaat al heel lang, doet dat de ronde. En ik moet zeggen, toen ik met Willem III bezig was dit echt een van de kwesties waarvan ik dacht, nou ja, nu hoop ik dit voor eens voor altijd aan te tonen. Dan voor iedereen hier is het prettig, dat dan zijn we van de, in ieder geval van de Oranjes af. En ik heb een bestseller, dus dat zijn twee vliegen in één klap. Ik ben naar de argumenten gaan kijken. En de argumenten leken heel erg overtuigend. Ze circuleerden overigens, moet ik wel zeggen, vooral op het internet al vele jaren. En er werden altijd drie argumenten genoemd die ervoor pleiten dat Wilhelmina niet de dochter zou zijn van Willem III. De eerste en meest opvallende en ook de oudste is, Willem III heeft er zo ontzettend op losgeleefd met vrouwen dat hij syfilis opliep. En door die syfilis zich op een zeker moment niet meer kon voortplanten. En dat was ook reden om dat aan te nemen, want Willem III was krankzinnig aan het eind van zijn leven. Dat laatste is waar. Hij is twee keer krankzinnig geworden. Echt ook buiten staat van regeren gesteld. Een jaar of anderhalf voor zijn overlijden. Dus dat leek een redelijk argument. Bovendien, hij had erop losgeleefd. Er is hier ergens in Den Haag woont iemand die is bezig het aantal onechte kinderen van Willem III te inventariseren. En de laatste stand van zaken van hem was 108. moet ik wel zeggen, niet allemaal bewezen, maar toch. 108 claims in elk geval. Het tweede argument dat altijd gegeven wordt, ook al heel lang, is dat de veronderstelde vader van Wilhelmina zou in dit geval de Ranitz zijn geweest, een kamerheer van Emma. En die de Ranitz had een vreemde afwijking, hij was namelijk toondoof. Dan kun je onder andere melodieën niet herkennen. En Wilhelmina zou hetzelfde hebben. Dus als Wilhelmina ergens kwam, dan werd het Wilhelmus gespeeld. En dan zei Wilhelmina, hey, wat is dat voor muziek? Wat is dat? He, dus dat was het tweede argument, wat ik ook altijd wel mooi vond. En het derde argument was dat de tsarenfamilie is na de wende, na de omwenteling opgegraven. De skeletten bij Jekaterinburg in Rusland. En die Russen die zaten met die botten, maar wilden bewijs hebben dat het inderdaad de tsaren waren. En toen hebben ze twee familie
twee families benaderd, twee families van de Romanovs, althans zo dicht mogelijk daarbij komend. En de een was volgens dit verhaal Juliana en de andere was Elisabeth van Engeland. En Elisabeth die zei, ja hoor, dat is uitstekend, hier heb je mijn DNA. En Juliana zei, nee, daar begin ik niet aan. En die had iets te verbergen, kortom. Hè. Dus dat waren de argumenten. Ik ben met het laatste begonnen. Dat was ook eigenlijk het makkelijkste, want ik kreeg al heel snel een interview in handen met de Rus die het onderzoek leidde naar naar de authenticiteit van die botten. Die zei, ja nee, we hebben inderdaad die botten. En we hebben ook inderdaad DNA-materiaal er kunnen uithalen, dus die test hebben we gedaan. Alleen, nee, we zijn niet bij Elisabeth terechtgekomen, maar bij Philip, haar man, die is nog dichter, zit hij bij de Romanovs. En dat leverde onmiddellijk een match op, zoals het heet. En zei hij, om die reden, we wisten het, we hebben Juliana niet gevraagd. Dus Juliana kon niet nee zeggen. Het tweede argument, de toondoofheid van Wilmina, daarvoor ben ik naar Vasseur gegaan, die ik ken. Natuurlijk in deze kringen niet helemaal onverdacht, maar toch. Ik ben naar Vasseur gegaan, toch biograaf van Wilmina. En die vroeg ik, weet jij of ik ken hem, want ik ben bij Hans gepromoveerd, maar ook bij Kees Vasseur, dus die waren beide promotor. En ik vroeg hem, weet jij of Wilmina inderdaad toondoof was? En toen zei Vasseur, met dat bekende lachje, van hem, Wilmina was niet toondoof. Gerbrandy was dat wel, daar ben ik nu mee bezig, maar je bent vast niet geïnteresseerd in de vraag of Gerbrandy een nazaat is van de Ranits. Nee, dat was... Dus in ieder geval, daarmee verviel toch eigenlijk ook wel die toondoofheid. Maar goed, het belangrijkste argument was die syfilis. Daarvoor ben ik gegaan naar een apotheker die ik ken en die ook historicus is, dus historisch apotheker is. En ik heb, dat kostte enige moeite, maar ik heb de medicijnen van Willem III, de lijst met medicijnen van Willem III in handen gekregen. Dat was het enige eigenlijk waar we hebben onderzoek kunnen doen in het Koninklijk Huisarchief en zo. Het enige waar Beatrix moeilijk over deed was dit soort dingen, maar kreeg ze toch. En met die medicijnen, dus de lijst van wat hij slikte, ben ik naar die apotheker gegaan. Want wat je moet weten is, ja, wat slikte Willem III en waar werden die medicijnen toen voor gebruikt? Dus het doet er niet toe of het werkte of niet. Je moet weten waar ze het voor werd toegediend. En in die tijd werden die medicijnen gebruikt voor een nierziekte. En nierziekte was ook echt de kwaal, dat was echt dezelfde kwaal als waar Willem III ook volgens de officiële berichten aan overleed. Waarbij bovendien gezegd moet worden dat die krankzinnigheid met nierfalen ook door medici van nu in verband met elkaar wordt gebracht. Dus dat kan samengaan. Maar wat misschien nog wel vervelender voor mij was, is dat de vrouw van deze apotheker tegen mij zei, die is internist aan een ziekenhuis. Die zei, ja, maar waar maak je je zorgen om? Want iemand die syfilis heeft, kan zich uitstekend voortplanten. Syfilis maakt je helemaal niet onvruchtbaar. Ja, en dat was helaas. Hiermee waren alle drie argumenten weg. En daar komt nog bij dat het gerucht dat Willem III niet de vader was van Wilhelmina, is voor het eerst opgedoken in 1893, 3 jaar na het overlijden van Willem III. In een blad dat heette De Rode Duivel. En De Rode Duivel was een links satirisch blad. Dus niet zozeer de linksheid, maar het was echt satire. Het werd helemaal niet gebracht, ook in het blad niet, als waarheid. Maar ook al in dat blad werd het gebracht als een vrolijke grap. En die vrolijke grap is ongeveer 100 jaar later, dus inderdaad waarschijnlijk in de jaren 90 of misschien begin 2000, volgens mij al in het internettijdperk, is het weer naar boven gekomen. En toen heeft het weer verspreiding gevonden. Maar ja, tot mijn diepe verdriet natuurlijk kwam ik tot deze conclusie. En kijk, een 100% bewijs heb je nog niet, want dan moet ik kelder van de crypte in Delft. Volgende stap. Maar ja, het is een tamelijk willekeurig verhaal. Daar komt het wel op neer. Dus van iedereen hier aanwezig kun je zeggen, ja, dat is niet het kind van de vader. Maar ja, goed. Nee, ik vrees het ergste. We moeten ermee doen. Zullen we afsluiten dan? Ja. Ik wil graag RNG, voorzitter Hans Maassen,
via ons maatschap even bedanken voor de financiële steun voor deze bijeenkomst. We zijn niet helemaal dekkend met de steun van het NRG en daar staat achterin een doos. Ruud, wil jij die misschien even omhoog houden naast jou? En ik hoop dat iedereen daar even langs wil lopen en misschien even een klein bijdrage in wil doen. Er is hiernaast zo een borrel, dat is op eigen kosten, ben ik ook bang. Maar iedereen is daar van harte uitgenodigd. En nou, tot volgend jaar 3 december.